Over deze kleine vriend gaat het, de West-Europese egel. Hier in een natuurhulpcentrum in Auwersbergen hebben ze er wel 60 die verzorging nodig hebben. De West-Europese egel herken je natuurlijk door zijn grijs-bruine stekels op de rug. Een volwassen egel heeft er zo'n 7000 tot 8000. De egel leeft graag in loofbossen, maar ook in tuinen. En ze kunnen best luid zijn. Ze kunnen snurken, snuiven, snuffelen en smakken. Maar het gaat niet goed met de egel. Hij staat nu zelfs op de rode lijst omdat hij bijna met uitsterven bedreigd is. Jentel, hoe komt het zo slecht gaat met de egel? Ja, de egels hebben het heel zwaar te verduren in onze natuur. En er is heel veel leefgebied wat dat vermindert, omdat overal maar huizen gebouwd worden. Iedereen wil zijn tuin natuurlijk een hek er rond zetten. En daardoor vindt de egel eigenlijk zijn weg niet. Een egeltje, wanneer dat die schrik heeft, dus bijvoorbeeld wanneer er een auto komt, dan gaat hij niet weglopen, maar gaat hij zich in een bolletje rollen. Ja, en natuurlijk als dan de auto langskomt, die rijdt de egel natuurlijk plat. Dus daar hebben de egels het ook wel heel zwaar door. En wat doen jullie dan om die egels te helpen die hier binnenkomen? Dan gaan we eerst kijken wat er met het egeltje scheelt. We gaan die verzorgen, jonge egeltjes gaan we grootbrengen. En wanneer dat die dieren dan terug gezond zijn en groot genoeg zijn, dan gaan we ze terug vrijlaten in de natuur. Gelukkig zijn er ook een paar dingen die we zelf kunnen doen om de egels te helpen. Je kan bijvoorbeeld je tuin wild laten groeien. Zo zijn er meer insecten voor de egels om te eten. Een schaaltje met water buiten zetten helpt ook altijd. En je kan ook een gat maken in de omheining van je tuin. Zo kunnen de dieren makkelijk van de ene tuin naar de andere. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.